Is dit je? Oh ja. Ja. Nu heb ik dus wat anders, want ik vind, zou het wel leuk vinden als jullie naar Noordhoorn gaan. Daar is Norma en zij heeft een opvang voor afgedankte dieren. En iemand anders stuurt een berichtje over haar. Het is echt een vrouw die geeft echt om de dieren en er is ooit brand geweest. Maar toch heeft ze doorgezet om een plek te creëren voor haar dieren in huis. Zeker een oudje weer. Denk ik ook. Hoe lang heb je gewoon die kaart op? Nou, goed zo. Oké. Houston, we have got a problem. Zegt dat? Ja, dat had ik al gezien, ja. Oh, wacht even. Mogelijk gevaarlijk. Gevaarlijk. Zie je al? Ik zou het proberen. Oh, dat valt meer. Ja, mooi, mooi. Oh, oké, ik loop al, ja. Kom je aan. Oké. Okay. Nou, kijk even of de kust veilig is. Ja. Oh jee. Dat is een zwien. Zijn die gevaarlijk? Komt er niet uit, hè? Mooi. Vandaag doe je hier ook. Poelen, poelen, poelen. Als dat van de beveiliging is. Goed, ja. Ik vind het wel spannend. Ja. Ik ook. Nou, Petra ken wel van alles, zeker. Maar... Mooi. Mooi. Wat voor beesten zitten hier allemaal op? Paan, koeien. Van alles. Ja. Ja. Waar gaan we nou dan? We gaan even mijn pony op omhoog zetten, want hier kan het zelf niet omhoog komen. Oh, hoe kan stoel je zo bier? Zet me eigenlijk vraag, zeg maar, van nou, of ik wel één keer in de week wil met help met allemaal klusjes en zo. Ja, er is wel wat met dan. Dus. Ja, zeker. Ja, ja. Is dat een ponytje? Ja. Oh, dat is hem? Ja. Oh nee, gaat Jan even aan deze kant. Mm-hmm. Oh. Kan niet meer overeind komen. Oh, wat? En als ze linken gooit? Ja, dan kunnen ze niet meer overeind komen. Als er s'avonds, dan ligt het rood zo bij, dan moet je midden en s'nachts een keer weer op, overeind jagen. Maar als een paar lang link, dan komt het. Ja. God, die hoefjes, ja, die zijn allemaal vergruit. Ja. Ik zei het wel, ja. Dit beestje is dus eigenlijk in zijn vorige leven verwaarloosd. Ja. Het was mooi om zulke beestjes te helpen. Dat is gewoon zo, ja. Dit is Norma? Ja, klopt. Ik ben Norma. Ah, mooi, mooi. Ik zie hier allemaal beesten. Ik zie bijvoorbeeld ook een prachtig mooi paard. Ja, zij is blind geboren. Zij heeft geen ogen. Ze is zonder ogen geboren. Ja? Zij kende niks en zij moest... Als 3 maanden oud vuilentje al bij de moeder weg, omdat de moeder weer geïnsemineerd was. Dus zij heeft niks van de moeder geleerd. Ik heb haar alles moeten leren, zeg maar. Janijke! Janij! Wat was Janij in zijn toekomst geweest zonder jou? Nee, dan was ze sowieso afgemaakt. Ze zou afgemaakt worden en ik heb gezegd, ik wil haar die kans geven. Maar dit was natuurlijk kansloos geweest. Het is ook, het is gewoon mijn kind. Ja, dit is ook een vriend, de kraai? Ja, hij heeft honger. Maar hij heeft altijd honger. Oh. Janijke, kom eens bij mami. Oh. Oh. En als ze ons nou hoort, schrikt ze dan niet? Nee. Iets wat je een paters moet leren, dat ze niet meer schrikken. En als ze schrikken, dat ze blijft staan. Ja. Niks, geen dwang. Nou, kijk dan. Ga maar even bij de deur staan, zei ze. En dan doe ik hem straks wel open. En dan laat ik de hondjes ook een beetje los. 48 hondjes. Oh. Oh, wacht, achter die, ja. Achter. Ja, maar dit is nog lang niet alles, hoor. Er zijn nog veel meer. Dus, maar je hebt zo met een rolstoel, toch? Ja, ja, deze heeft een rolstoel. We hebben wel meer rolstoelen. God, ja, die heeft geen achterlichaam. Ho, ho!
Oh jee. Zo, de afdrukken staan erin. Ja. Zo, ja, ik heb mij in de hoorn. Oh, kijk eens. Zo is het mooi. Ja, het is beter. Ze zijn zo veerkrachtig. Ze verdienen ze zijn gewoon blij. Hé, nou is het klaar.